En dit is echt een cruciaal moment, want ik ga niet overnemen. Nee. En nu kun je dus dat gat gaan maken. Want er gaat niemand nu meer overnemen. Gaat niemand is er, wie is dat? en dat is natuurlijk wel echt pijnlijk. Dan komt er een keer Jelle. Dus eentje van onze groep. En die denkt, nou, dan ga ik het wel dichtdraaien. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe wedstrijdanalyse. En ik heb er echt super veel zin in, want het is de eerste wedstrijd van het seizoen. En ik heb een nieuwe camera waarmee ik de hele wedstrijd kan filmen. Dus dan kan ik eigenlijk alles zeg maar erop hebben staan. En dan val je niet binnen in de wedstrijd dat eigenlijk alles al gebeurd is. Dat is ook wel eens fijn. En ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met Arjen. Arjen, welkom. Dank je. Hallo Paul. Ja, wij kennen elkaar van de tourvereniging in Barneveld. En ik denk dat ik je het beste wel kan bestempelen als een tourfietser of een lange afstandsfietser. Ja, wat voor type fietser ben je? Dat eigenlijk. Mijn specialiteit is rustig fietsen. Zo beschrijf ik mezelf. Voor best een lange tijd. Ja, voor best een lange tijd. Ja, ja, ja. En hoe kom je dan bij wedstrijd rijden ineens? Ik heb me er nooit mee bezig gehouden. Maar toch bleef het steeds wel een beetje kriebelen. En ja, op een gegeven moment moet je toch maar een keertje gaan. En dit is je hoeveelste wedstrijd? Ik denk dat dit de vierde is ooit. En de derde keer op Eemland. Oké, laten we nu hebben over deze wedstrijd dan. Ik had helemaal geen teamgenoten bij me vandaag. En ik was ook nog in de opbouw. Dus ik besloot eigenlijk met jou en wat andere mensen van de fietsgroep Seen mee te koersen. Even kort. Wie waren dit? En wat was hun niveau ongeveer? We waren met een groepje van 6 geloof ik totaal. In ieder geval als je... Mij meerekent. Ja, als we jou meerekenen. Nou ja, ikzelf dus. Met nummer 86. Dan hebben we Jelle met nummer 89. Mart met nummer 85. Dan hebben we ook nog Michiel. Dat nummer, dat weten we even niet. Hij heeft in ieder geval een helderblauw tenue aan met een blauwe Bianchi. Dus dat kan haast niet missen. En Rick was er ook nog bij. Dat is mijn broer. En dat was zijn eerste wedstrijdje ooit. We hebben nummer 87. Maar hij reed natuurlijk niet echt mee met jullie. Hij kwam daar eigenlijk om even te kijken en vooral heel weinig te doen. En dat is hem aardig gelukt. Dat is hem redelijk gelukt. Ja. Maar het ging hem heel goed af, absoluut. Op zich buiken opgeteld alsnog, ook met mij erbij, hè. Best wel een sterk team. Jawel, ja. Zeker op het donderdagavond, waar het niveau toch wel vaak net wat lager ligt dan op de andere, dan op dinsdagavond en op zaterdagmiddag. Ja. Misschien even handig om aan de kijkers uit te leggen wat het plan was dan. Ja, dan snij je gelijk een gevoelig puntje aan. Want dat was niet echt. Of echt niet, misschien zelfs. Ja, en waarom? Nee, ja, waarom? Nou, ook omdat we toch niet echt een goede sprinter in huis hebben. Dan is het natuurlijk al wat lastig. En Jelle, die kan op zich wel een redelijk sprintje rijden. Maar die had een beetje last van versleten tandwielen. Dus als die force aan ging zetten, dan sloeg ze ketting over. Dus die kon in ieder geval niet voor de sprint gaan. En ja, dat hielp niet mee bij het maken van het plan, om het zo maar te zeggen. Maar het is ook niet zo dat we van tevoren het even hebben doorgesproken, moet ik eerlijk zeggen. Nee, dus, dat is natuurlijk wel zo. Als je geen plan hebt, dan heb je geen druk erop zitten of zo. En in theorie in ieder geval kwets je niemand. Nee. Maar zometeen ga je zien dat het toch wel kan. Ja, dan is het misschien wel een beetje de vraag van, rij je dan puur individueel? Zoals veel van de mensen met een Eemland shirtje hier zullen doen. Ja. Of rij je dan met een soort van, geef je elkaar een soort gunfactor? Nou, het is wat ik zeg, we hadden natuurlijk geen plan, maar er zijn wel natuurlijk bepaalde soort van ongeschreven regeltjes. Dat je niet achter elkaar aan gaat rijden. Maar ik zelf pak nu het wel redelijk individueel aan in ieder geval. Maar ja, stel ik zie dat een van die gasten wegrijdt, ja, dan ga ik er natuurlijk niet achteraan. Hij zorgt er meer voor dat je gewoon eerder weg bent. Ja, 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 dat was een beetje mijn motto eigenlijk. Nee, dus ik ga niet achter die gasten aanrijden natuurlijk. Ja, maar je hebt als bij een wedstrijd heb je een soort ideaal koersverloop. Er zijn eigenlijk twee verschillende extremen daarvan. Of je zegt van ik wil uiteindelijk met de peloton gaan sprinten. Want ik heb zo'n goede sprinter of zo. En ja, ik denk echt van we kunnen hiermee winnen of zo. Of als we het goed uitvoeren of weet ik veel. En de andere is zeg maar dat je solo aankomt en alles wat er tussenin zit zijn natuurlijk kopgroepen, ja, van groot naar klein, waar je allemaal een beetje in kunt spelen.
En ik denk dat het probleem bij jullie was dat jullie een beetje op twee verschillende plannen aan het hinken waren. Omdat jullie niks hadden doorgesproken. En het is gewoon wel een beetje zonde. Ik snap dat het leuk is om af en toe gewoon hard te boren en zo. Maar het kan ook gewoon heel erg leuk zijn om gewoon met z'n allen een soort plannetje te hebben. En echt zo, ja, echt gewoon te denken van ja, we zijn echt lekker bezig nu of zo. Ja, nee, daar heb je ook wel gelijk in. En het is ook wel zo, die moet je dan ook eigenlijk van tevoren wel bedenken. Want als je dat tijdens de koers zelf nog allemaal moet gaan doen, ja, dan ben je natuurlijk te laat. Dan heeft dat ook geen zin meer. En ik doe nu net alsof ik er heel veel van weet of zo, maar ik zit met hetzelfde probleem. Wij doen ook heel eigenlijk geen communicatie vooraf. En vaak tijdens de wedstrijd dan zeggen we eventjes van we gaan het zo doen of zo. Maar ja, dat is, die communicatie is er nog niet echt bij ons. Nee, dat is denk, nee. Dat, denk dat gewoon het geld wat we nu gaan zien, dat geldt hetzelfde voor ons team hoor. Dus ja, denk niet dat ik jou gewoon zit af te kraken. Oh nee, en als dat wel zo is, dan is het ook prima. Maar gaat ook over mezelf hier, want ik doe zelf ook mee en het gaat bij mij ook een aantal keren fout. Dat knippen we eruit, maar dat gebeurt wel. Ja, nee, dat, dat bedekken we met de mantel de liefde, om het zo maar te zeggen. Daar gaan we het niet over hebben. Zullen we anders gewoon naar de start gaan? Want volgens mij ja, denken mensen nu ook al van hoe lang duurt het voordat die wedstrijd begint? Want dit zijn al neutrale rondes. Ja, nee, dit is niet zo interessant. Dan gaan we naar de start. Waarin eigenlijk meteen de toon wordt gezet. Ja, hier heb je dan de start. Ja. En Jelle begon gelijk. Jelle, ja. Jelle begon gelijk echt volle bak te rijden. En dat kan natuurlijk op twee manieren uitpakken. Hè? Want je kunt die aanval... het kan zijn dat je gewoon een aanval plaatst en dat je dan vervolgens een soort dynamiek hebt van aanvallen en counteraanvallen enzovoort. Ja. Maar het kan ook zijn dat je het hele peloton mee hebt en als je dan door blijft rijden, dan komt er eigenlijk gelijk al een soort dynamiek in, denk ik. Ben ik bang voor van dit kan nog best wel eens gewoon een snelle wedstrijd worden met een pelotonsprint aan het einde. Ja, ook gezien het feit dat we geen plannen hadden, is het natuurlijk wel een beetje vreemd misschien. Om meteen zo hard ervan door te gaan. Want jullie wisten hier niks van. Jullie stonden met z'n drieën vooraan. Ja, maar dit hadden we niet van tevoren bedacht. Ik denk dat Jelle gewoon even zin had om maar even de toon te zetten. Ik heb geen idee. Ja. Ik dacht ook echt van, gast, dat is wel heel hard. Dat voor hetzelfde geld is die alleen weg. En dan denkt de rest van, oh shit, dit wordt weer zo'n wedstrijd. Ja. En nu dacht ook iedereen natuurlijk van, ja, die jongens van Seen met die oranje strepen. Ik had er trouwens niet zo'n shirt aan. Ook weer voor de duidelijkheid. Maar die jongens die gaan overal regeren. Die gaan overal meezitten. En ik hoef me geen zorgen te maken over een kopgroep zonder een renner van Seen. Want die rijdt het al dicht. Nee, precies. En ik zie hier trouwens dat Michiel nummer 27 heeft. Ja, dat is... Dus dat is... Dat we van tevoren even moeten zoeken. Ja. Okay, wat nu eigenlijk gebeurde dus, was dat Jelle heel erg hard op kop aan het rijden was. Eigenlijk al de hele ronde. Heet hij al best wel kop. En op een gegeven moment denkt Mart of zo, die denkt ik ga meedoen. En ik had ook een beetje idee van blijkbaar wordt het een soort pelotonsprint of zo. Ja. Dus ik wil ook wel mee gewoon het tempo bepalen. Zeg maar het tempo erin houden. En op zich was het niet zo heel slim om dan met drie mensen van hetzelfde team dat te doen. Want dan kun je niet, dan heb je niet heel veel mensen om een aanval bijvoorbeeld te counteren of zo. Ja. En in tegenstelling tot wat jullie deden, dacht ik van ik wilde sowieso die wedstrijd uitrijden. Dat was voor mij eerst maar eens het doel. Ja. Ik wist niet hoe goed mijn benen waren. Dus ik denk van ja, ik doe gewoon een kort kopbeurtje. Want ik wil wel de toon zetten dat het snel blijft draaien, zeg maar niet te lang. Alleen was er niemand die direct wilde overnemen. En toen kwam er eigenlijk gelijk een aanval van deze renner van Beat. Ja, terwijl het niet heel sloom ging, zag ik net. Er werd gewoon 43 gereden, ook door jou. Maar goed, ik dacht echt, wat is dit? Hij had er zin in blijkbaar, die man. Ja, en hier dacht ik van ja, dan moet ik wel mee. Jij was ook de enige die, en Rick dan, maar de enige die niet echt op kop had gereden. Maar ja. Michiel ook niet trouwens. Nee. En je ziet dus dat wij allebei er nu ook meteen naartoe springen. Met het idee van, nou, dan zijn er in ieder geval twee jongens van ons groepje bij. Ja, en dit had ik dus niet hoeven doen. Maar... Nee, Paul. Nee, dat had je inderdaad niet hoeven doen. Ja, dit is gewoon een best wel grote fout. Kijk, ik moet wel zeggen dat ik niet heel erg... op Michiel gefocust was, want had gewoon een blauw shirtje aan. Ik dacht van iedereen kan een blauw shirtje aan hebben, dus ja. Ik dacht eigenlijk dat alleen jij mee zat. En toen dacht ik van ja, met z'n zessen wil ik eigenlijk ook wel mee zitten. Maar wat ik eigenlijk doe is het hele peloton meenemen en dat had ik achteraf in ieder geval gewoon niet moeten doen.
Nee, maar eigenlijk zette dat ook wel. Dit is eigenlijk een voorbode voor de rest van de koers. Want elke keer zodra er een paar mensen weg probeerden te rijden, was het eigenlijk meteen zo dat het nou heel snel in ieder geval dicht werd gereden. Er sprongen eigenlijk altijd wel, 6, 7 mensen mee. Ja. Waardoor, en waarvan dan zeker de helft eigenlijk helemaal niet weg wilde. Nee. Dus, en waarvan dan natuurlijk de andere helft denkt van dan ik ook niet. Ja. Je moet je ook voorstellen, donderdag bij de Beest, heel veel mensen rijden hun eerste wedstrijden en die zijn gewoon al blij dat ze de wedstrijd uitrijden. Dat is gewoon je kunt natuurlijk voor de aanval gaan, zoals ik zei, voor de sprint gaan, maar je kunt ook zeggen van ik wil gewoon de wedstrijd uitrijden. En als er dan 7 man wegrijden, dan denk je van ik mis eigenlijk een groot deel van het peloton of misschien word ik er nu van afgereden, dus ik moet mee zijn. Ja, zo. Dus, ja. En dan wil je ook niet meer overnemen daarna. Nee. Zullen we even een stuk doorspoelen, want dit wordt echt een hele lange analyse. Ja, maar hier gebeurt ook weinig spannends hoor, 20 minuten lang zo'n beetje. Het blijft de hele tijd op dezelfde voet een beetje verder gaan. Nu is volgens mij... Oh, daar ga ik weer, zie ik. Ja, hier ga jij weg inderdaad. En het valt hier een beetje stil en ik pak hier een heel klein beetje snelheid. Het is niet eens dat ik heel erg... Ja, ik probeer meer naar die kop toe te gaan, of meer richting het wiel toe te gaan, dan echt het gat dicht te rijden. En dan kan ik hier nog net, pak hier gewoon net iets meer snelheid. Ik kom hier zo snel door die bocht, dat ik gewoon direct weer kan aansluiten bij jullie. Terwijl volgens mij ook nog mensen uit de bocht vliegen daarachter. Ja, ligt ook wel een beetje aan de bocht die nummer 7 hier rijdt. Die was niet al te best. Ja. Want die laat ook echt 10 meter in één bocht. Dat was heel veel. Dat was wel zonde, want dan konden er wel mensen meeschuiven. Gelukkig was Jelle degene die mee zat. En toen waren we eigenlijk met een groepje van misschien 10 man of zo. Ja, waren we zoiets. Eventjes een klein beetje los. En ik zei van kom op jongens, go. Ja. Ik was enthousiast op dat moment. Ja. Ik dacht echt van dit gaat lukken, blijkbaar. Maar iedereen zat weer naar vooral jullie te kijken, want ze hadden volgens mij niet door dat ik met jullie meegeef. Dat denk ik niet, nee. Maar iedereen zat echt wel naar jullie te kijken, zo van jullie moeten doen. En kijk, die nummer 7 bijvoorbeeld, die wil gewoon het mee zijn wel, maar die wil niet... Nee, en die is ook blij, ook al blij misschien dat hij het leven heeft. Dus die denkt van prima. Die is blij dat het deze keer niet helemaal uit elkaar valt op een land in kleine groepjes. Kijk, Finn, dat was die nieuwe koprijd. Die wilde nog wel flink koers maken. Ik ook wel, jij ook wel. Ja, ik kwam wel achterom en dacht ik van dit... Ja, want hier was er nog een klein breukje dus met 10 man ongeveer. Ja. En zij kwamen net aansluiten op het peloton. En dit was dus eigenlijk best een goed moment om het gaatje te laten. Want dan denkt het peloton van, ik heb het gat gedicht. Ja. En vervolgens is er nog een gat die ze moeten overbruggen. Ja, en dat gaat hier op zich ook prima. Ik ben weg. En dan heb ik een beetje de pech dat ik iemand meekrijg. Nou ja, dat is niet zozeer de pech, maar wel een beetje degene die ik meekreeg. Het was namelijk een jongetje van, ik denk maximaal 1,60 meter. Waar ik niet zo heel veel profijt van had, om het zo maar te zeggen. Ik zat niet echt uit de wind natuurlijk. Nee, ik zat vol in de wind. Daarom is het wel fijn dat hier nu een andere renner naartoe lijkt te rijden. Ja. Het gaat niet helemaal gebeuren, want Finn die denkt ook van waarom doet Paul niet dit dichtrijden. Maar die rijdt volgens mij hier even flink door. Dan zijn er dus een aantal mensen die hier op kop rijden, die hier dat gat kunnen dichtrijden. Misschien moet ik hem eventjes iets langzamer afspelen. Je hebt gewoon 3 man die hier voorop rijden, die best wel bezig waren met koers maken en best wel initiatief namen. En die gaan ze eventjes een kopbeurt doen. Want dan denk ik van, ik wil mijn steentje bijdragen om het terug te halen. En daarachter zit dan deze nummer 7. En die, zoals we net al zeiden, die is de hele tijd blij dat hij wel mee is. Dus die gaat niet heel hard op kop zitten, of in ieder geval niet heel hard op kop zitten rijden. Nee. En je ziet ook dat ze... ze doen allemaal even een kopbeurt. Even net iets sneller afspelen nu. En kijk, Finn die gaat nog een tweede kopbeurt doen. Die was gewoon best wel in vorm die dag. En dit is echt een cruciaal moment. En jij moet nu gewoon heel hard gaan fietsen. Dat is... Zeker. En proberen in het wiel te blijven van iemand die waar niet uit de wind zit. Kijk, hier gaat Rinus gaat ook mee helpen. Want dat was zijn taak vandaag. En kijk, die renner van Tinkoff is hier klaar. Dan vervolgens is
Storm hier ook ongeveer klaar, die zijn teamgenoot graag wilde terughalen. Die het van niet echt gunde volgens mij. Nee. En dan gaat Finn nog een keer. En ik dacht, misschien gaat hij nog wel een nieuwe keer. En nu komt Rinus. En die ziet dat Finn nu eventjes overslaat. Of in ieder geval, hij denkt waarschijnlijk dat ik mee ga rijden. Dat denkt Rinus ook. Dan kom ik er hier naast. En dit is echt een cruciaal moment, want ik ga niet overnemen. Nee. En nu kun je dus dat gat gaan maken, want er gaat niemand nu meer overnemen. Gaat niemand is er, wie is dat? En, ja, en dat is natuurlijk wel echt pijnlijk. Dan komt er een keer Jelle, dus eentje van onze groep, en die denkt, nou, dan ga ik het wel dichtrijden. Ja, ja, dat is een heel gek moment. En het lijkt je misschien dat het niet zo hard gaat omdat ze naast elkaar rijden, maar Rinus die denkt van hij gaat het ophouden. Ja. Want dat is een teamgenoot. Maar dat deed hij dus niet. Dus Rinus staat eigenlijk klaar om het over te nemen als hij het op wil houden. Maar merkt hier dus van hij gaat gewoon vol gas door. Die is helemaal gek geworden. Ja. En dan zie je ook, wij gingen daar in de bocht in. Ja, dan is het gat. Ja, dat wordt al echt wel een heel stuk kleiner in één keer. En het gat had gewoon teken zo groot kunnen zijn in plaats daarvan. Ja, want wat je zegt, vooral juist op dat moment. Iedereen had zijn beurtje gedaan. En hier zie je dat hij erachter komt. Ja. Oh nee. Toen dacht hij, oh, oeps. En dan ga ik zo ook even vragen aan van wat hem bezielde. Maar hier zakt de tempo dus ook wel enigszins. Ja. Maar dan denkt die gozer in het zwart, nou, dan ga ik het wel doen. Nee, maar die reed, zelf weg. En ik dacht van, laat het gaatje vallen. Want... Oh, jij ja. zit met Twan. Ja, klopt. En daar had je gewoon heel weinig aan. Dus het was fijn als jij nog een nieuwe persoon erbij had. Ja, we kunnen het gewoon opnieuw proberen. Jelle heeft het nu door. Ja. Dus het kan nee, nog niks verloren wat dat betreft. En we zien hier ook aan jouw snelheid 35. Ja, dat is natuurlijk niet hard genoeg om ons terug te halen. Dus hier kunnen we eventueel een leuk gaatje slaan. En toen kwamen dus een paar A-renners die volgens mij gewoon... met de B-peloton meereden nadat ze gelost waren bij de A's. Die ging het dicht rijden. Daar kwam ik een beetje laat achter. Waardoor ik toch ook een gedeelte van het gat helaas dicht. Ja. En is het gat heel klein. En dan denken natuurlijk een aantal andere B-renners van ja, dit is geen moeite. Dan het kost me amper een kopbeurt. Ja, precies. Dan springen wij het wel even snel dicht. Ja, dus dit was... Dit, ik denk dat dit de meest succesvolle aanval was van die avond. Ja, dat denk ik ook. In ieder geval, deze was nog op enig moment dat je dacht, misschien is die wel kansrijk. Maar goed, is het dat dus door een teamgenoot niet gedaan. En later door eigenlijk drie A's die het gaatje soort van dichtreden. Deze had in ieder geval wat langer weg kunnen blijven, zeg maar, als die A's er niet waren geweest. Omdat Jelle op een iets andere manier, iets tactische manier had gekoerst. Ja. Oké, iets later in de wedstrijd lijkt het wel een beetje alsof we de hele tactiek weer omgooien. Alsof we opeens niet meer voor het aanvallen gaan. Want er zijn wel wat mensen weg. En wij willen het dichtrijden, dat laten we ook niet aan andere mensen over. En dat doen we niet alleen. Nee, we denken van we gaan gewoon met z'n allen dat doen. Dus we zitten hier met z'n vieren op kop te rijden van een best wel groot peloton die allemaal uit de wind zitten. En gelukkig doet Mart hier zijn geheime tactiek van heel slechte bocht nemen waardoor er een gat ontstaat. En zijn we heel eventjes los, maar dat duurt ook niet heel lang. En ik doe ook gewoon heel vrolijk mee trouwens, dus het is ook niet zo dat ik het door had. En dit was Jelle denk ik. Ja, dit is Jelle. En dan kom ik en dan zat Mart was toch weer aangesloten. Dus ik denk dat Mart het gaatje heeft laten vallen en vervolgens weer dicht heeft gereden. Ja, nee, dat weet ik ook niet zeker, maar daar heeft het wel alle schijn van. Nee, ja, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Dat kan niet. En het jammer is dat je dan een heel klein beetje wegzakt en dat je dan met z'n allen net wat kracht hebt verbruikt. Maar als er nu een aanval komt of zo, dan is het toch wel even moeilijker om mee te zitten. Nee, precies. Dus op een gegeven moment krijg je dan de situatie dat je toch nog even op adem wil komen natuurlijk. Ja. Maar ja, het nadeel daarvan is dat je op adem komt natuurlijk achter in het peloton. Dus dat je dan in één keer allemaal achteraan zit. En hier zie je dat. We pech hadden dat we gewoon in een afzakkende rij zaten. Maar omdat we allemaal bij elkaar zitten, zitten we ook allemaal in die afzakkende rij. Ja, want wij zitten hier allemaal klem op rechts. En langs links komt een hele rij. Die rij daar dus uit de wind allemaal erlangs. Dus nu verliezen we met z'n allen in één keer een plek of 20. En eigenlijk is het hierna niet... helemaal meer goed gekomen met ons.
Eigenlijk heb jij nog wel een aantal keer een aanval gedaan. Maar aan het einde zitten we echt in principe ja. In ongeveer eenzelfde soort situatie. Zeker, ja. Dus we gaan nu naar de ontknoping, mensen. Leuk dat u nog steeds aan het kijken bent. Want het is echt een hele lange analyse. De laatste ronde. Maar ja, er gebeurde ook vrij veel, maar ook weer niet. Dat was het rare een beetje aan deze wedstrijd. Ah, hier gaat Jelle, die gaat naar voren toe. Jelle was een ronde dus gelapt. Nee, dat was helemaal voorin. Dat was helemaal vooraan de wedstrijd. Ja, maar die was daarvoor al een, ja, die was dus al een ronde. Oh, gelapt. Ja, ja. Dus die kon ja. al niet meesprinten. Nee, nee. En wat hij doet is op zich wel een logische team move, zeg maar. Want ja, hij kan toch niet anders van dienst zijn, zeg maar. Dus nee. Hij gaat het tempo heel hoog bepalen. Dat is handig. Als je voorin zit. Ja, maar dat zaten we met z'n allen niet. We zaten namelijk zo rond de 20ste plek, denk ik, maximaal. Dus hij ging inderdaad tempo maken. Hij zat helemaal vooraan. Maar verder zat niemand vooraan. Ja. We zien hier Michiel rijden. En volgens mij piep ik hier nu langs jou. Dat gebeurt daar ook. Is niet heel duidelijk zichtbaar. Maar we zitten hier volgende gewoon echt heel ver. Volgende bocht pak jij heel goed. Hier zit jij links. Want je ziet, het is op een heel lang lint en we zitten hier gewoon heel ver. Het kost gewoon veel kracht om verder naar voren toe te gaan. En toch is er ook nog eens weinig ruimte. Dus... Ja, dus hier links probeer ik met Michiel op te schrijven. Ik denk, ik zit rechts. Ik zit op zich op een plek waar je en wel Paul kan heeft opschuiven. Hier wel heel veel ruimte. Denk ik. En oh nee, rechts. Toch niet. Die moet er even aan de noten trekken. Of althans, die moet de berm in. En wie heeft er nu opeens wel ruimte? Dat ben jij. Ja, want ik. Jij bent er net langs geglipt. Ja, ik zit nu in de bocht. Je bent er gewoon voor die gast. En Michiel die rijdt nu achter mij ongeveer. Nou ja, maar, dit is gewoon mijn slechte sprint. Daar wil ik het niet over hebben. Nee, maar alsnog, ik kon nog wel in die bocht opschuiven, maar nog steeds niet helemaal vooraan. En ook dat kostte natuurlijk vrij veel kracht. En als je kijkt wat Marty doet, Marty begint hier links te sprinten. En dan zie je zo meteen weer een beeld. Kijk. Ja. En dan sprint hij nu voor de tweede keer, terwijl Jelle erdoor zakt. En dat gaat zo ongelooflijk hard. En hij gaat bijna iedereen nog weer voorbij. Ik denk dat hij nog top 10 rijdt, zowat. Nee, Mart had nog wel. Die sprint daar inderdaad gewoon man of 10 wel voorbij, denk ik. Ja, en in principe als hij vooraan had gezeten, als je een mooi, zeg maar een beetje een soort trein hebt, of je hebt gewoon één iemand die Mart vooraan houdt, ja. Dan, en die, je doet dat zeg maar al twee rondes van tevoren, probeer je hem al een beetje vooraan te houden, zodat je ook niet zo ver naar achter raakt, dat je ook niet meer die inhaal moves hoeft te doen. Nee. Want je dan win je misschien wel gewoon die wedstrijd. Ja, dat kan. Want ja, je verschiet nu in de laatste twee rondes gewoon heel veel kruid. Omdat je nog van achter helemaal naar voren moet. En dan zie je dat Mart alsnog een hele goede sprint rijdt. Ook al moet hij heel veel moeite doen om naar voren te komen. Ja, en na al die bochten van hem. Dat hij, ja. dat hij dan nog steeds die explosiviteit heeft. Nou wil ik wel voor Mart in de bres springen dat... Dit was twee keer een foutje, incidenteel. Maar ik heb niet het idee dat hij alle bochten slecht rijdt, integendeel. Maar goed, dit was toevallig twee keer op de gevoelige plaats was gelegd. Oké, ja, misschien dan mag je dat bewijzen in de volgende analyse, denk ik. Ja, wie weet. Nee, ik denk dat er nog wel meer komen dit seizoen. Leuk dat je er was. Ja, ik vond het ook leuk. Ja, best wel leuk om jezelf dan zo terug te zien. Ja. Alles komt wel weer een beetje terug dan van die avond. Is dat een goed iets of is het... Nou, in dit geval niet per se, maar ja, hè, dat heb je wel eens. Maar goed, ja, wie weet zitten we hier over een paar weken of een paar maanden nog met een keer een eerste plaats. Dat zal leuk zijn. Ja, ja, als jullie dat niet willen missen, kijk eens, zou ik zeker even abonneren. En ik heb natuurlijk nog wel wat meer wedstrijdanalyses. Helaas zit Arjen daar niet in, want volgens mij de vorige keer dat ik met jou reed, toen deed mijn GoPro het niet, helaas. Ah, zonde. Dat was heel toevallig, want waarschijnlijk reed ik gewoon een hele slechte wedstrijd. Oh ja, en vergeet natuurlijk niet altijd blijven fietsen. Joe!